Goedenavond en welkom bij de 7e livecast in de reeks van De Maaltijd van Morgen. In deze programmareeks duiken we in ons voedselsysteem en natuurlijk in ons voedselpatroon van de toekomst. Het is een reeks die tot stand is gekomen in samenwerking met Wageningen University en Research en het ministerie van LNV. En in ieder programma, en dit is de 7e dus, bespreken we een thema uit die voedselvisie 2050. Mocht u geen idee hebben of je... kan ook. Wat dat is, dan kan je natuurlijk zoeken naar Voedselvisie 2050. Onder andere ook op de website van Pakhuizen Zwijgen en daar meer over lezen. Maar het is een visie die is opgesteld door een heel team van voedseldenkers onder leiding van Wageningen University en Research. En vanavond gaan we in gesprek over technologie en ons voedsel. Want hoe kan technologie ons ook helpen in de verduurzaming van het voedselsysteem? Ik ben Wilbert van den Kamp en ik zal vanavond dit gesprek in goede banen proberen te leiden. Natuurlijk kan je meekijken, maar nog leuker is het als je vragen stelt. Dat kan als je via Zoom meekijkt. Je kan inloggen via de website van Pakhuis de Zwijger. Via de chat kan je ook praten met elkaar, want er kijken wellicht meer mensen die geïnteresseerd zijn in dit thema en waarmee het leuk is om even verder te praten. Mocht je vragen hebben aan een van de sprekers of aan mij, maar ik ben er niet per se om vragen te beantwoorden, maar wel om ze te stellen, dan kan je die via de Q&A-functie stellen. En dan ga ik ze hier in de studio behandelen. En het eerste gesprek van vanavond gaat over technologie en precisielandbouw. Want hoe kan precisielandbouw, en wat is het eigenlijk ook, maar hoe kan precisielandbouw helpen bij verduurzaming? Hier aan tafel bij mij Corné Kempenaar, senior onderzoeker precisielandbouw aan de Wageningen University and Research. Wat is dat precies, precisielandbouw, Corné? Wat is precisielandbouw? Het is in ieder geval veel meer dan techniek. Het is ook kennis gebruiken. Ja. En eigenlijk kun je het beste nog omschrijven als een bedrijfsmanagementvorm. Je probeert zo goed mogelijk te sturen op de variatie die binnen jouw bedrijf is. Of het nou plantenteelt is of dierhouderij. Je probeert zo goed mogelijk die variatie te snappen. Ja. En dat is logisch geworden omdat bedrijven ook steeds groter geworden zijn. Dus dan krijg je variatie. Je probeert zo goed mogelijk die variatie in te spelen. En dan die planten of die dieren die behandeling te geven die ze nodig hebben. Ja. Dus echt heel erg precies. En eigenlijk het gaat dus heel erg om een hele goede focus hebben en heel goed op een klein detail ook snappen wat er gebeurt. Precies. Hè? Ja. Dus en wat er dan ook gebeurd is de laatste jaren, er is gewoon heel veel techniek beschikbaar gekomen waarmee je die variatie in kaart kan brengen. Als je vanaf 2005 werd die beplaatsbepalingstechnologie werd beschikbaar. Dus je weet waar je bent. Hè? Ja. Of nou een koe is die ergens loopt of een plant die ergens staat. Je kijkt ernaar. Er zijn allerlei satellietbeelden beschikbaar gekomen. Die laat zien van, goh, op die hoek van die akker groeit het niet goed. Daar groeit het wel goed. Daar kun je dus iets mee gaan doen. Precies. Daarna zijn de drones gekomen. Die zijn ook in de titel van deze bijeenkomst genoemd. Dat is misschien wel het meest aaibare deel van precies landbouw op dit moment. Er zijn allerlei software is er beschikbaar gekomen. Dataplatforms hebben we het over. Gaan we misschien straks ook wel uitgebreider over hebben. Wat data betekent. Dus de randvoorwaarden zijn er. Ja. En nu is het eigenlijk ook de kunst om het zo goed mogelijk in te vullen. Top. Nou, daar gaan we het zo meer over hebben. We gaan ook in gesprek met Cornelis. Cornelis is akkerbouwer en is via Zoom bij. Maar voordat ik naar jou toe ga, Cornelis, ga ik nog heel even naar Art. Want Art, jij zit hier ook aan tafel. En zometeen gaan we nog iets meer in gesprek met jou. Jij bent manager van GrowX. En we gaan met jou hebben over nieuwe manieren van voedselproductie. Maar we hebben het eerst even over precisielandbouw. Wat is jouw relatie tot dat onderwerp? Ja, ik ben een vertical farmer. En eigenlijk is vertical farming is denk ik ook een vorm van precisielandbouw. Zeker. Misschien wel het extreme vorm, omdat je alles heel erg onder controle hebt. Dus je hebt overal invloed op. Dus je kunt alles ook precies meten, regelen en sturen. Ja. Dus vertical farming is eigenlijk ook een vorm van precisielandbouw. Ja, precies. Precies. Heel precies, ja. Ja, en is het dan... want ik praat zo natuurlijk ook met Cornelis. En Cornelis is akkerbouwer. Die heeft ook nog wat andere dingen om zich mee te bemoeien. Want die kan natuurlijk niet overal invloed op uitoefenen. Is het bij jou zo dat je echt alles in de hand hebt? Ja.
Ja, dus we kunnen echt alles, we hebben alles in de hand. We kunnen alles zelfs en steeds beter sturen en meten en corrigeren. Ja. Dus ja, bij mij is het altijd juni en bij mij is het altijd die mooie zomerdag. Het zonnetje komt iedere dag dezelfde tijd. Altijd mooi weer bij jou. Ja, ik ga ze ook zo meteen maar aan je vragen of je daar dan ooit zat van wordt. Maar dat, dat gaan we dan horen. Ook bij ons, maar digitaal, Cornelis Mosselman. Fijn dat jij erbij bent. Jij bent akkerbouwer, hè, geloof ik. Ja, dat klopt. Ik zie al een mooie foto. Het staat met de achtergrond die daarna gemaakt is afgelopen zomer. Ja. Dus dat jullie hoe dat er in de praktijk eruit ziet. De manier van telen die wij proberen te hanteren. Ja. Ik vind het wel heel leuk wat de andere vorige spreker net zei. Dat zij alles precies kunnen sturen. Ik ben juist heel erg aan het leren om te doen wat ik kan. Voor zover als mogelijk is. En dan daarna los te laten. En gewoon te kijken wat er gebeurt. Dus dat is weer een hele leuke nuance in dit gesprek. Ja. Het kan wel een boeiend gesprek worden. Ja, dus echt loslaten. En zo'n quote uit de voedselvisie is... in 2050 wordt technologie ingezet om met de natuur samen te werken en regeneratieve landbouw te ondersteunen. Nou, een hele mond vol, maar op welke manier lees jij deze zin? Op welke manier leef jij dat? Ik mag eerlijk zijn, hè? Gewoon jazeker. Met gemengde gevoelens lees ik die. Als ik heel eerlijk ben, dan vind ik dat we wel eens te hoge verwachtingen hebben van technologie. Ik vind dat het in de eerste plaats of eigenlijk altijd ondersteunend moet zijn aan. Dus we willen een bepaalde manier van landbouw en regeneratief wordt dat genoemd in die term. Daar ben ik helemaal voor. Maar techniek is ondersteunend om dat doel te bereiken. Maar het is in mijn ogen niet de oplossing. Niet de kern. Ja, goed, ik mag niet te ver vooruit, maar de kern van de oplossing. Dus ik vind ook dat het je kwetsbaar maakt. Want ik ben zelf gewoon boer en ik hou van bezig zijn met de grond en met de planten. Ik vind het heel frustrerend als dus iemand anders als die moet schakelen om dus weer wat te repareren of te maken. En dus de afgelopen jaar ben ik iets minder positief geworden over allerlei technische hoogstandjes. Ja. Omdat het mij onkwetsbaar maakt. Als ik 's morgens om 5:30 uit bed ga om eens lekker een dag te gaan rijden, dan is dat pijn gebeurd dat ik 's middags om 4:00 pas echt kon rijden. Omdat ik dus afhankelijk was van een GPS-systeem in dit geval die ik niet deed. En zo zijn er nog wel meer gevallen. Ik heb nu een chauffeur die stilstaat op het erf. Nog maar 1 jaar oud. Ik denk, dat vind ik gewoon heel jammer. Dat maak ik kwetsbaar. Dus dat even als nuance. Maar ik gebruik natuurlijk uiteraard computerwerktuigen, trekkers. Het valt natuurlijk allemaal onder technologie. Ja. Maar heel mijn systeem wat je ziet met die stroken, dat is natuurlijk compleet afhankelijk van het GPS-systeem. Als ik dat niet heb, dan kan ik... dat gaat niet lukken met de hand om zo erin te rijden. Nee. Dus ik gebruik het uiteraard wel. Maar nogmaals, heel duidelijk ter ondersteuning van. Ja, en jij bent natuurlijk in deze tijd gaat er veel weer de grond in. En toch kan jij hier even bij zijn. Is dat dankzij de techniek? Wordt er toch nog gewerkt op je boerderij terwijl jij achter de computer zit? Of valt het tegen? Nee, er zijn gewoon werknemers die gewoon op de trekker zitten. Die aan het rijden zijn, wat ik heel dankbaar voor ben. Ja. En eigenlijk kan het niet, maar ik vind het wel belangrijk om zulke onderwerpen met elkaar over te hebben. Ja. Ja. Nou, leuk dat je erbij bent. En Corné, jij bent natuurlijk onderzoeker. Cornelis, daar zou je van kunnen zeggen, die is dagelijks in de praktijk bezig. Hoe ziet jouw werk eruit? Op welke manier doe je op deze manier onderzoek? Werk je dan veel samen met mensen zoals Cornelis of zijn het andere dingen? Ja, wat dat betreft staat mijn onderzoek heel dicht bij praktijk. We hebben ook een project dat heet Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Ja. Daar is Cornelis een van de 30 boeren in die daar ook in meedraait. Cornelis die heeft gekozen voor een manier van biologisch telen in combinatie met strokenteelt. Ja. Maar ik heb eigenlijk met 29 anderen te maken die ook een vorm van precisielandbouw toepassen. En daar zie je dat ze eigenlijk allemaal... De zoektocht is voor hen, hoe pas ik nou die veelvoud aan technologische mogelijkheden die er zijn in mijn bedrijfssituatie. Met de doelen die hij of zij heeft. Meestal zijn het de boeren. Dus daar heb ik... ik heb met onderzoek te maken wat heel dicht bij die praktijk staat. Maar aan de andere kant ook het stukje innovatie ervoor. Hè? Dus het stukje van de sensorontwikkeling om ziektes of plagen te kunnen herkennen. Of hoe zet je dat op een veldrobot? Hoe herkent die veldrobot onkruiden in het veld? Hoe gaat hij dan? Hoe zorg je dat er ook kennis bij komt? Want dat is eigenlijk op dit moment de grootste uitdaging. Er is een heleboel technologie, maar hoe zorg je nou dat die drone die over dat veld gereden is, ziet van... hey, hier groeit het goed, hier hoef ik geen meststoffen meer te doen... en daar groeit het minder goed, daar moet ik wel wat doen. Ja,
En gaat dat op dit moment goed? Of hoor je, want Cornelis zei ook van, ja, weet je, techniek zit me ook wel eens danig in de weg. Is dat een herkenbaar verhaal? Hoor je dat meer? Of zijn we eigenlijk al wel heel ver? Nou, er zijn een heleboel verschillende soorten boeren. En ook heel veel meningen hierover. Ja. Gemiddeld genomen denk ik dat Nederland best goed op weg is. Maar er ligt ook nog wel een uitdaging om het echt smart te maken. Dat woord kom je ook wel regelmatig tegen. Ja. Je kan een hoop meten, maar je moet die cijfers en alles wat je ziet, moet je ook betekenis geven. Precies, en daar ligt eigenlijk wel de uitdaging. Dan kun je zelfs naar het innovatie-ecosysteem kijken. Omdat we heel veel ook aan de markt overlaten, zie je heel veel partijen individueel zaken ontwikkelen. Ja. Terwijl het precisielandbouw is per definitie onderwerp waar je dingen moet verbinden. Ja. En dat, hè, want die sensor die meet iets. En vervolgens moet het eigenlijk naar die computer van die boer. Die moet er iets mee berekenen van, goed, ik wil dat het daar geen onkruidbestrijding nodig is, hier wel. En dan moet ik het nog naar een machine sturen die er iets mee doet. Nou, kijk eens hoeveel ICT-stapjes daarin zitten. En daar zit nog een stuk kennis tussen. Ja. Daar liggen uitdagingen. Ja. Cornelis, is dat iets wat jij herkent? Dat eigenlijk al die verschillende kennisstromen en de praktijk en de technologische innovaties, dat die bij elkaar moeten komen? Ja, zeker. Dat is mijn functie op mijn hele eigen manier doet dat ik heel veel mensen aan elkaar verbind. Je wil echt niet weten hoeveel keer ik gebeld ben bij de robotontwikkelaars afgelopen seizoen. Waar echt heel veel. Dus ik heb ook geprobeerd aan elkaar te koppelen. En als het goed is, heeft Cornelis daar ook wat van doorgekregen. Wat mij daarbij vooral opviel, is dat zij vaak op laboratoriumniveau robots ontwikkelen zijn. En dan is het een hele vertaalslag om naar de praktijk te gaan. Waar het stoffig is, waar het waait, waar het soms modder is. Waar geen één plantje werkt, niet één hetzelfde is. Het is helemaal verschillend van vorm. En dat is echt een uitdaging. Maar het leuke is, de bijdrage van mij is dat ik dan de praktijk kan laten zien wat ik nuttige applicaties vind. En hoe het de praktijk uitziet. En daarin heb ik wel een bepaalde functie om dat te verbinden. Dat vind ik mooi wat Cornelis zegt. Het is natuurlijk onzin als we allemaal op ons eigen eilandje, ons eigen dingetje gaan doen. Dat moet aan elkaar gekoppeld worden. Ja. Maar uiteraard zitten er ook verschillende belangen bij. De ene zijn heel erg bereid om samen te werken, maar andere partijen willen liefst als eerste hun eigen ding ontwikkelen. En dat is best wel een spanningsveld, vaak merk ik. Ja. Ja, ik kan me dat ook voorstellen, ook als jij vertelt inderdaad over dat zoiets dan heel vaak nog niet eens in de praktijk werkt. En jij hebt het ook eigenlijk eerder al gehad over technologie als middel vooral om tot iets te komen. Zie jij technologie ook als een middel om tot een duurzamere landbouw te komen, tot een duurzamer bedrijf? Nou, in mijn geval niet in technische hoogstand, laat ik het zo zeggen. Hey, daar zijn dit vooral vol van al die ingewikkelde dingen. Het gaat vooral om een kleine aanpassing van eigenlijk bestaande technologie. Die zorgt dat ik de dingen beter en kan doen op de manier zoals ik denk dat het nodig is. Ja, en hoe ziet dat er dan bijvoorbeeld in de praktijk uit? Kan je een voorbeeld noemen van zo'n innovatie waarvan je denkt, dat heeft dus echt wel een verschil gemaakt op mijn bedrijf? Ja, hoewel, dat zijn geen geïsoleerde innovaties dus, zoals we het net over hebben gehad. Maar heb je een praktisch voorbeeld, een robot of een bepaalde techniek die je echt heeft geholpen op jouw bedrijf? Nou, robots nog niet. Cornelis zal bijna weten waar ik mee kom. Maar ik teel dus die rijpaden, waarbij ik 90% niet bereid en 10% wel bereid. En wat er dus eigenlijk nog niet was, is een machine die kan oogsten via de rijpaden. Want we zijn gewend om bijna de hele bodem aan te drukken. Nou, als je heel ver vooruit gaat denken, geloof ik dat drones daar een bepaalde functie kunnen hebben. Om bijvoorbeeld bloemkolen naar huis te vervoeren. Nou, dat zou in mijn situatie ideaal kunnen. Dus ik heb ook wel gesprekken met mensen erover. Maar dat is nog een eentje te ver. Dus wat ik nu heb, is een machine die als daar een tussenoplossing vormt, als tussenstap. En dat is dus een oogstmachine die via de rijpaden oogst. Die niet is waarvan gewicht is, die toch netjes via de baantjes dat eruit kan halen. Dat heb ik dus zelf laten ontwikkelen. Maar goed, daar heb ik heel veel geduld van geleerd afgelopen najaar. Dat was echt een drama om dat ding een beetje op gang te krijgen. En volgend jaar gaat het werken, daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Maar dat snap je ergens waarom ik minder enthousiast ben. Hey, ik heb een programmeur nodig die zorgt dat alleen dat ding op de juiste manier werkt, op het juiste moment de juiste dingen doet. En ik kan daar zelf niks in. Dus mijn zoontjes, die zijn nog vrij jong, maar die proberen bij te brengen dat ze moeten leren om te programmeren. Hè. Dat kan je hier eigenlijk bij te horen. Dus ik hoop dat zij dat over kunnen pakken later. Precies, dus jij bent niet op zoek naar opvolging als boer, maar opvolging als programmeur eigenlijk. Ja, precies. En, dat merk je wel steeds meer, dat belangrijk is. Dat je daar gewoon een stukje kennis van hebt. En dat je daar in ieder geval van mee kan praten. Ja. Ja, goed, en dat is gewoon niet mijn sterkste kant, moet ik eerlijk toegeven.
Nee. Nee, maar dat lijkt me ook ingewikkeld als je dat opeens allemaal moet leren en dat dat allemaal opeens over je heen komt. Want als je naar de boerenbevolking, als je daar überhaupt over kan spreken, want het is natuurlijk niet maar één groep. Maar kan je dan zeggen dat dit voor iedereen weggelegd is om op deze manier met precisielandbouw aan de slag te gaan? Ja, alle boeren die zeggen van ik probeer zo precies mogelijk te werken. Ja. Alleen de een is preciezer dan de ander. En de een zal ook met die techniek makkelijker omgaan. En je ziet natuurlijk ook dat de jonge generatie die eraan krijgt, dat ook in de opleiding ook meekrijgt. Ik ben ook nog lector bij de Eres Hogeschool in Dronten. En daar zie je gewoon dat de jonge generatie dit veel makkelijker kan. Ja, maar het voorbeeld van Cornelis is natuurlijk het is geen groot bedrijf wat hij heeft. Hij probeert juist het zo optimaal te doen op de schaal die hij heeft. Ja. Ja, maar er zijn ook bedrijven die veel groter zijn en die daar ook weer hun precisielandbouwvorm bij zoeken. En dan zijn er best wel een paar uitdagingen. Dat voorbeeld van die vaste rijpaden en die oogstmachine. Eigenlijk is de trend is voor alle bedrijven is van het zal naar kleinere, lichtere machines gaan die preciezer werken. Ja. En dan is het heel belangrijk dat die bodemkwaliteit goed is, als je het hebt over open teelten, want dat is opbrengstbepalend. En tot nog toe komt vaste rijpaden nog niet goed van de grond als je geen oogstmachines hebt die het aan het eind van het seizoen weer vernachelen, als ik het woord mag gebruiken. Ja, ja, want dat zijn nu grote machines die eigenlijk de boel weer kapot rijden. Ja. En het is technisch een hele grote uitdaging om dat wel naar die vaste rijpaden toe te brengen. Ja. Nederland is verliefd op de akkerbouw op rooivruchten. Nou, die vragen allemaal veel power om het eruit te krijgen. Ja. Dus dat is een uitdaging. En rooivruchten zijn aardappels. Dat zijn aardappelen, suikerbieten, uien mag je er nog wel bij tellen. Ja, gelijk één vraag ook over de lievelings van de precisielandbouw. Zijn drones al van toegevoegde waarde en zo niet, wanneer dan wel? Ja, wat je ziet bij drones is dat het op dit moment in de hoog salderende teelten en ook, ook in proefveldonderzoek eigenlijk van de grond afkomt. Ook in fruit zie je het gebeuren. Maar eigenlijk als je ziet in de akkerbouwmatige teelten, dan een droneveld kost al gauw 30 euro per hectare. Ja. En dan moet er ook iets mee terugverdiend worden. Ja. En dat is nog best een lastige En je hebt dan een hele hoop data en daar moet je dus ook weer iets mee doen. Precies, ja. Maar er zijn wel mooie voorbeelden. En eigenlijk zie je dat bij die technologie is er vaak eerder een maatschappelijk voordeel dan een voordeel voor die boer. Dat voorbeeld wat ik net noemde van die drone. Met die toepassing hebben we laten zien dat bij bepaalde inzet van gewasbeschermingsmiddelen dat je 30-40% kunt besparen. Ja. Maar dan bespaar je 25 euro. Ja. En het kost je 30 euro. Ja. Ja, dus dat heeft dan moet je, dan moet je, ja, dan moet je positief zijn richting milieu om dat te doen. Ja. En dat zijn de meesten wel, maar toch is het een lastige rekensom. Ja, en je hebt het ook over die rijpadentechniek gehad. Je hebt het gehad over eigenlijk veel lichtere machines. Op welke andere manieren denk je dat precisielandbouw kan helpen om die sector te verduurzamen? Ja, nou, er zijn natuurlijk een flink aantal doelstellingen. Biodiversiteit. Natuurinclusiviteit. Nou ja, wat we ook zien, we hebben ook projecten lopen om vogelnesten te herkennen vanuit drones. Ja. En als je weet waar het is, waar ze liggen, kun je daarop inspelen. Ja. Kan je er omheen maaien? Omheen dat soort voorbeelden. Dus precisielandbouw gaat ook helpen bij die, noem het even, die biodiversiteitsdoelstellingen. Ja. Zonder meer draagt het natuurlijk bij aan vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en meststoffen. Ja. Ja, omdat je gewoon veel meer op de plek gaat doseren waar het nodig is en op plekken waar het niet nodig is. Ja. Dus daar zie je het gebeuren. Waardoor ook efficiënties omhoog gaan. We worden geacht kringlopen te sluiten. Nou ja, als je kringlopen wil gaan sluiten, moet je ook weten waar je het over hebt. Ja. Komt meten weer kijken. Dus je zal zien dat veel meer dingen in data uitgedrukt worden. Nou, er is nog een energiedoelstelling. Ik denk dat we toch wel een shift gaan krijgen ook van diesel naar elektrisch. Mm-hmm. Of misschien wel waterstof. Ja. Dat zijn natuurlijk ook technische oplossingen. Ja, zo ligt er nog een heel rijtje van. Ja, dus nog een hele hoop technologie die eraan zit te komen. Absoluut. Ja. En dan nog even los van kwaliteit. En dat is natuurlijk ook straks bij vertical farming. Hè. Uiteindelijk is het verkoopargument is straks ook de kwaliteit die je levert. Ja. Je zult ook zien dat de komende jaren veel meer kwaliteitsmonitoring gaan doen. Kijk, we hebben vanuit de WUR ook bijvoorbeeld zo'n broccoli-robot oogstmachine ontwikkeld. Die eigenlijk alleen de goede kwaliteit oogst. En als het nog niet goed is, gewoon doorrijdt. Dat zijn dingen die allemaal gaan komen. Ja.
Ja, bizar eigenlijk. Ik ben benieuwd waar we dan over 10 jaar staan. Cornelis, nog even naar jou. Welke innovaties, je hebt het natuurlijk over die oogstmachines gehad, die eigenlijk vanaf de rijpaden kunnen oogsten. Maar welke innovaties of welke techniek zou jou echt nog kunnen helpen om duurzamer te boeren? Ja, ik heb dat natuurlijk over nagedacht van mooi wat Corné net zei. Die energiebronnen, dat blijft een dingetje. Het zijn best wel pittige werkzaamheden die wij doen op het land. Grondbewerking, het blijft cultuur, het oogsten. Dus ik zou heel mooi vinden als het een andere energiebron is. Maar dat is ook nog lastig. Dat is best wel technische innovatie nodig om dat echt van de grond te krijgen. Om dus bijvoorbeeld een accu te hebben die energie kan leveren. Of waterstof, wat gewoon toepasbaar is voor ons als boer in de praktijk. Ja. Het blijkt nu al dat het al een heel circus is wat eraan vasthangt, waar jij in bent, wat gewoon goed in elkaar moet zitten om dus een club boeren te kunnen gaan laten rijden. Ja. En om zoiets van de grond te krijgen, dat is dan echt wel ingewikkeld. En opbrengstmeter vind ik ook een belangrijk. Ik ken best wel ieder vierkante meter van mijn grond, maar toch wil ik weten van welk strookje, alle strookjes zijn even groot, maar welk strookje komt naar hoeveel product. En daar kunnen bijvoorbeeld of weegsensoren heel goed bij helpen. Ja. Dat levert mij info die ik dan zelf weer verder ga proberen te interpreteren. En wat het leuke is, ik heb best veel mensen langs gehad die even een praatje met me wilden maken afgelopen jaar, omdat ze actief waren op het gebied van technologie. En het leuke is, de natuur is zo ongrijpbaar, zo ontastbaar. En dat is een lastige, want ik zou heel graag een methode willen hebben om heel goed biodiversiteit of de bodemkwaliteit met name te kunnen beoordelen. Ja. En dan kun je natuurlijk van allerlei fysiologische dingen verzinnen, maar echt het leven in je bodem en ook de effectiviteit ervan in de beschikbaarheid, dat valt nog niet mee om dat te meten. Nee. En het grappige is dat je dat ergens, past dat niet heel logisch bij elkaar. De weerbarstige natuur met wij die alles graag willen precies willen weten en een hokje willen plaatsen. Ja. En dat zou leuk zijn als daar een koppeling komt, omdat ik geloof dat we toch toe moeten naar een beloning voor de boer, die voor een deel bestaat uit beloning op wat hij presteert, zijn prestatie op het gebied van bodemgezondheid. Ja. En daarmee weerbare planten krijgen die ook weer minder ziektegevoelig zijn. Ja. En ik geloof dat daar echt nog veel te winnen is. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het is een heel erg mooi bruggetje, want er zit hier iemand aan tafel, Art. En Art die kan natuurlijk alles aan alle wieltjes en aan alle licht soorten draaien, waardoor jouw verdienmodel in ieder geval, stel dit zou gebeuren, niet in gevaar komt. Want jij bent manager van GrowX en je hebt het al over gehad als vertical farming. Voor mensen die geen idee hebben wat is dat? Ja, eigenlijk een geklimatiseerde, dus een gecontroleerde omgeving in meerdere lagen over het algemeen. Ja. Telen, dus met kunstlicht, klimaat wat je onder controle hebt, water wat je onder controle hebt. En daar zoveel mogelijk proberen te telen op een zo klein mogelijke oppervlakte. Dus we gaan de hoogte in. Dus we gaan naar 20, 30 lagen hoog. Ja, en jij bent hiervoor ook akkerbouwer geweest? Ik ben biologisch akkerbouwer geweest, ja. En hoe zou deze switch van waar? Ja, dat is een beetje door het lot bepaald. Ik ben nu een jaar in het ziekenhuis gekomen. Daardoor moet stoppen met de boerderij. En eigenlijk niet het idee dat ik weer doorging. En uiteindelijk toch weer aan het werk gegaan. En heel toevallig eigenlijk deze vertical farm tegen het lijf gelopen. Ja. En gedacht, nou ja, laat ik dan hier mijn kennis doen. Ja. En dus ook maar het grote verschil is dat ik de vertical farming ook benaderen vanuit het boer zijn. Dus ik ben geen technoloog, ik ben geen techneut. Ik vind al de techniek die er omheen komt is leuk, maar het gaat uiteindelijk om het plantje. Ja. En wat is jouw toegevoegde waarde als boer binnen vertical farming zit hem dan dus in het feit dat jij op een bepaalde manier naar een plant kijkt en snapt, hey, dit is er misschien nodig. Kunnen we misschien dit eens uitproberen? Hoe? Ja, gewoon proberen vertical farming te benaderen vanuit je boerenverstand en niet vanuit een techniek. En techniek is een hulpmiddel en natuurlijk bij vertical farm hebben we heel veel hulpmiddelen. Ja. Maar uiteindelijk is het ook gewoon het telen van planten en het produceren van een product waar je een klant voor moet hebben. Ja. Want aan wie leveren jullie als GrowX? Wat voor soort producten maken jullie? Ja, we maken in principe bladgroenten, kruiden, bladgroenten. Dus dat kan zijn van kleine microgreens die we heel erg naar de high-end horeca leveren. Dus als garneringstakjes tot de gewone gemengde slaatjes die in zakken bij de supermarkt ligt. Dus eigenlijk heel die range. Dus microgreens, kruiden en gemengde sla. Ja. En hoe werkt dat dan precies? Want jij zei net al, het is bij ons eigenlijk altijd een mooie zomerdag binnen. Ja. Hoe,
hoe ziet voor een plant een mooie zomerdag eruit? Ja, nou, dat is wat we dus met de techniek en met de data nu heel erg nog aan het sturen zijn. Maar wij kunnen ieder plant, we telen 50, 60 verschillende soorten door elkaar. En voor iedere soort heeft op iedere dag van zijn leven, en wij telen maar 20, 25 dagen, dus eigenlijk allemaal zijn het jonge scheutjes. Maar voor die 25 dagen moet je voor iedere dag, voor iedere soort kijken, wat wil die plant op die dag nu hebben? Wat wil die aan klimaat hebben? Wat voor luchtvochtigheid wil die hebben? Wat voor dag- en nachttemperatuur? Hoe lang wil die licht hebben? Dus we hebben heel veel knoppen, maar die knoppen moet je ook allemaal in gaan stellen. Ja. En dat is echt nog een hele uitdaging. Dat is ook binnen vertical farming nog lang niet uitgedokterd. Nee. Dus we weten, als je in een plantje 24 graden geeft en je geeft hem genoeg water 's nachts en je zorgt voor een mooie dag met lekker licht. En je kan op basis van zonlicht geef je 200, 300 micromol. Nou, dan groeit zo'n plantje heel goed. Ja. Maar het kan nog veel beter. Ja. En wat dan veel beter is en welke knop je dan moet gaan draaien, daar zijn we nu heel veel mee bezig. Ja. Maar moet het veel beter? Het is nu al goed, maar als het beter kan, we hebben het over duurzaamheid. Als het beter kan, dan moet het dus beter. Dus je moet altijd streven naar naar beter. Ja. Omdat het voor de duurzaamheid, als je meer teelt per vierkante meter, heb je minder vierkante meters nodig. Wij zijn heel erg met nutriënten bezig, met inhoudstoffen produceren. Ja. Ja, als je dat beter kan doen, dan helpt dat. Als je met 25 gram slaap per dag meer binnenkrijgt aan vitamine dan met 100 gram, ja, dan is dat beter. Ja. En je krijgt denk ik ook wel een hoop kritische vragen van mensen die zeggen dan van ja, hoe kan dan iets wat nu niet in de grond groeit, maar op water en een stukje stof of zo. Ja, ja. Hoe kan dat nou goed werken? Hoe kan dat nou duurzaam zijn? Hoe staat het niet meer helemaal los van de grond? Hoe reageer je op dat soort reacties? Ja, nou, mensen moeten proeven. Ja. Ik heb natuurlijk een biologische boerderij gehad. Ik had allerlei toprestaurants tot klant, sterrenzaken, waar ik mijn spullen uit de volle grond haalde. Maar ja, ik had toen ook al een kas met een stukje vertical farming op de boerderij. Dus ik kon gewoon het verschil laten proeven. Je kunt het gewoon laten zien. We zijn nu weer met smaakpanels bezig, ook met de Wurm, met een aantal chefs. En je kunt gewoon, smaak kun je beïnvloeden en smaak kun je sturen. Ja. Dat kunnen we nu ook laten zien. Dus het is niet zo dat, oh, het is lekker, dan zal het wel gezond zijn of goed zijn. Je kunt er gewoon heel erg veel in sturen. Ja. En dat is niet alleen afhankelijk van je grond. Ja, en het hangt zelfs dus samen, die inhoudstoffen en die smaak. Ja, heel erg. Ja, ja. Ja. En als je kijkt naar, of trouwens, er is ook een vraag gelijk al. Dat is ook een vraag die je dan denk ik wel vaak krijgt. Hoe zit het dan met het energiegebruik, hè, van die indoor landbouw? Ja. Je bent met allemaal lampen bezig, je bent allerlei dingen aan het verwarmen. Hoe werkt zoiets? Ja, nou, ik zeg altijd, de zon is gratis. Alleen ja, wij zetten die via een zonnepaneel om in energie. En we gebruiken hem op het moment dat de plant hem nodig heeft. Ja. Dus op zich is duurzaam, we gebruiken alleen maar duurzame energie. En wij zijn nu zover zelfs dat we onze volledige farm alleen maar runnen op het organisch afval van onze klanten. Ja. Dus wij nemen bij restaurants en bij supermarkten nemen wij organisch afval mee retour. Ja. En dat gebruiken we in een vergister, zodat we onze eigen nutriënten, onze eigen energie en onze eigen water daaruit halen. Dus wij zijn wat dat betreft 100% circulair. Ja. Dus het energieverbruik is niet meer... Dat is niet meer het probleem. Niet meer het probleem. Nee, dus op die manier kunnen we Els in ieder geval geruststellen. En we hebben het net natuurlijk vandaag over de toekomst van het voedselsysteem en over nieuwe technologieën. En dan gaat het ook echt over die technologieën die Cornelis zegt, nee, die heb ik nodig op mijn bedrijf. Denk jij dat technologie en een duurzamere landbouw in de toekomst altijd zo samen zullen gaan? Of is er tegelijkertijd ook een onderstroom die niet alleen maar om technologie gaat? Ja, ik denk dat duurzaamheid, dat kan, technologie kan helpen om duurzamer te boeren. Maar het wil niet zo zeggen dat je met technologie altijd duurzamer bezig bent. Ja. Je kunt ook op het moment dat ik een vertical farm, en het interesseert me helemaal niks waar mijn energie van, en ik gebruik gewoon normale grijze stroom, en ik smijt met mijn energie bij spreken, ik kan het ook niet duurzaam doen. En dan ben ik wel met technologie vertical farming aan het doen. Datzelfde geldt denk ik voor een biologische boer met buiten. Je hoeft niet technologie in te zetten om duurzamer te boeren. Maar ik denk wel dat technologie zeker kan helpen. Ja. Op het moment dat je duurzaam wilt produceren en daarna streeft, zijn er heel veel technische dingen die je daarvoor kunt inzetten en kunt gebruiken. Ja. Maar het is niet een verplichte combinatie. Nee. Nee. Dat je, als je technologie gebruikt, je ook duurzamer bent. Nee, precies. Dus ook daarbij moet eigenlijk die twee verweven worden om tot een beter resultaat te komen. Je moet wel duurzamer willen zijn en die technologie daarvoor in willen zetten. Ja. Anders wordt het niet duurzamer. Ja. En Cornelia, als jij dan luistert naar wat Art vertelt over vertical farming, denk je dan dat dit ook onderdeel gaat zijn eigenlijk van een duurzamere landbouw, op deze manier groente gaan telen?
Nou, ik denk het wel. Dat stuk van... ik heb net even met Art ook zitten praten over. Maar natuurlijk voor bladgroenten, voor kruiden. Ja. Wat je in zo'n korte periode kunt kweken, is het denk ik gewoon een hele goede aanvulling. En als je kunt laten zien dat het zowel kwalitatief goed is, en dat is zo, ja, als ook energetisch, eigenlijk neutraal, ja. Ja, dan is het gewoon een goede bijdrage aan het geheel. Maar jij ziet nog niet de pastinaak direct uit de vertical farming komen? Of? Nee, dat of aardappel of friet uit, dat denk ik dat je dat nog even kan vergeten. Ja. Ik zeg nooit. Hè. Nee. Ja, maar het is denk ik een hele goede bijdrage. En we zitten natuurlijk toch, ja, dat is... de uitdaging, we zitten wel met 7 miljard mensen op deze aarde. En dat gaan er nog meer worden. Ja. En dan hebben we best nog wel een hoeveelheid voedsel nodig. En ja, dan dit ruimte daar, is schaars. Ja. En hoogte kan altijd. Dat kan, ja. Ja, ja. Cornelis, ben jij om? Ga jij ook aan de vertical farming of nog niet? Een hele leuke gewetensvraag. En dat is super boeiend hoe dat het komende jaar gaat ontwikkelen. Allebei de stromen. Ja. En mijn afhankelijkheid van de natuur en alles wat erbij komt kijken. En de wisselturig klimaat. En het loslaten, wat ik net zei. Ik zie een bepaalde parallellen, zie ik. Met wat Art vertelt en wat ik vertel. En ook bepaalde gaan we totaal andere wegen op. Dus ik zeg er niet te veel over. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig hoe we over 20 jaar of zo hierop terugkijken. Ja, ja, ik ook. En want Art, we hadden het net ook al kort even over stadslandbouw. En heel vaak wordt vertical farming ook als een onderdeel van stadslandbouw gezien of iets dergelijks. Denk je dat we jouw manier van vertical farming heel erg veel in steden tegen gaan komen of gewoon op industrieterreinen? Absoluut op industrieterreinen. Ja. Ik denk dat we vullen een heel klein stukje van de puzzel in. En vertical farming gaat absoluut de wereld niet voeden. Maar we gaan wel ons stukje in kunnen vullen daarmee. Ja. En dat ga je doen in randen van steden. Je wil een korte keten. Ja. En in ons idee is een korte keten is een vertical farming op het distributiecentra van een retailer of een food distributeur of wat dan ook. Ja. Dus je wil zo dicht mogelijk bij de consument zitten om die keten zo kort mogelijk te houden. Ja. Maar dat is niet in de stad. Nee, niet per se voor de zichtbaarheid, maar vooral om dichtbij te zijn. Ja. Ja. Ja, en technologie is natuurlijk niet alleen maar nodig op de boerderij, op de vertical farm. Maar technologie kan je ook op een andere manier inzetten. Hier bij ons is Chloe Rutserveld. Zij is food designer. Technologie speelt in haar werk ook een rol. Want hoe kan of moet je technologie nou eigenlijk gebruiken in een duurzaam voedselsysteem? Chloe, goedenavond. Hoi, leuk om je weer te zien. Jij bent food designer of ontwerper. En dan kijk je natuurlijk altijd op een hele andere manier dan veel andere mensen kijken. En jij denkt veel na over het implementeren van die technologie en de relatie met de consument. We hadden het net met Arthur al over van die vertical farms gaan we misschien niet in de stad zien. Hoe zie jij technologie in relatie tot de consument? Ja, als ik zo naar het gesprek heb geluisterd, wat ik heel interessant vind, is dat ik vaak verbinding hoor, kwaliteit, vertaalslag aan de praktijk en eilandjes. Maar wat ik dus vaak mis, is die vertaalslag juist naar de consument toe. Dus de onderzoekers op Wageningen Universiteit of andere universiteiten en de producenten, die zijn natuurlijk daar heel erg mee bezig. Maar vaak komt het pas bij een consument terecht als het er al is, als het al in de schappen ligt. En vaak krijgen ze dan een soort van afstand. Dus ja, om die angst voor die technologie ook bij de consument weg te nemen, vind ik het heel erg interessant om manieren te bedenken om die mogelijke technologieën, die voedseltechnologieën, te implementeren in de maatschappij. Met voorbeelden, zodat ze een bepaalde beleving hebben en zodat je ze kan meenemen in dat ontwikkelproces. Ja, en hoe ziet dat er dan bijvoorbeeld praktisch uit? Als je bijvoorbeeld kijkt naar het werk van Art of het werk van Cornelis, hoe denk jij dat jij de brug slaat tussen dat soort ontwikkelingen en de consument? Hoe werkt dat dan praktisch? Ja, nou bijvoorbeeld als we het hebben over vertical farming. Wat ik heb gemaakt in 2017 en 2019 is een installatie, dat heet de Future Food Formula. En daarin maak ik dus gebruik van die groeirecepturen. Dus de recepten die ze samenstellen, waar dan de temperatuur en het licht, dus de kleuren van het licht, ook de intensiteit, het water, eigenlijk alles wat Art net benoemde, kan de consument dan zelf samenstellen. En dan direct via software hebben we dus een plant gemodelleerd die direct reageert op,
op die settings die je verandert. Dus je ziet bijvoorbeeld een tomatenplant, zie je voor je ogen veranderen. En zo maak je dat dus heel erg concreet. Zo kun je dat heel erg goed communiceren. Met daarnaast ook voorbeelden van hoe dat dan in de praktijk uit zou kunnen komen te zien. Dus om heel praktisch voorbeeld te geven, als je bijvoorbeeld het verrood licht omhoog zet, dan denkt zo'n plantje dat hij in de schaduw staat. En wat je dan bijvoorbeeld met sla krijgt, is dat hij heel erg lang gaat groeien. Ik denk dat Art dit ook kan bevestigen. Ja, hij knikt. Dus, ja. Nou, dus wat je dan ziet is dat zo'n plant gaat investeren in lengtegroei. Terwijl als je dus heel veel rood licht toevoegt, heel veel CO2, heel veel water, dan krijg je zo'n bulk tomaat. Nou, dan gaat hij dus heel groot worden. Dan wordt hij ook waarschijnlijk luchtiger van structuur. Dus ik heb eigenlijk samengewerkt met onderzoekers, met wetenschappers van Utrecht Universiteit en van Wageningen. Echt met de plantfysiologen. En dat vervolgens creatief vertaald in een model. Zodat je niet heel lang hoeft te wachten zodat dat plantje eindelijk gegroeid is. Maar dat je het meteen kan zien. Dus dat is een voorbeeld van de koppeling die ik probeer te maken om het echt tastbaar te maken. Ja, en kan technologie, behalve dat jij het met jouw werk uitlegt, kan technologie ook een rol spelen in duurzame voedsel of in een ander voedselsysteem? Nou, een van de andere dingen wat ik vaak denk is van, oké, we hebben zoveel kennis en kunde en technologieën. Maar we blijven best wel vasthouden aan de bestaande denkpatronen en aan de bestaande technieken. Dus de strokenteelt die we gehoord hebben, of kringlooplandbouw. In mijn mening zijn dat een soort van parallellen op het systeem wat we al kennen. Wat ik interessant vind, als je het hebt over techniek en over kennis, is dus om te kijken naar, kijk, voedsel, we eten in eerste instantie natuurlijk om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen. Dus wat als we het voeden van het lichaam zouden loszien van de sensorische beleving en de gezelligheid en het genot. En dan eigenlijk kijken hoe we zo optimaal mogelijk voedingsstoffen zouden kunnen produceren. Dat zou misschien ook door microbieel geproduceerde voedingsstoffen kunnen. Dus dat je door algen en vanuit gisten, schimmels, direct de koolhydraten, de eiwitten, de vetten, de vitamine gaat produceren. En dan die laag van beleving gaat toevoegen. Dus door de gastrofysica weten we daar heel veel van. Hoe eigenlijk onze hersenen beïnvloed kunnen worden op onze perceptie van wat we eten. Door geur, door kleur, door vorm. Misschien vertical, of augmented reality, weet je wel, zoiets. Dus dan open je eigenlijk voedselproductie helemaal open. En dan kun je eigenlijk een soort van opnieuw bedenken, herontwerpen, hoe je zo'n voedselsysteem zou kunnen inrichten. Ja, dus daar kan ook jouw werk als fooddesigner kan eigenlijk helpen om te herijken en misschien vanaf nul een beetje te beginnen, toch? Ja, en misschien wat meer die andere vragen te stellen en te prikkelen en te kijken naar van, wat zou er nog meer mogelijk zijn? Want het microbieel produceren van voedingsstoffen en geurstoffen, dat doen we al heel erg lang. Alleen wordt het niet serieus gezien als voedselsysteem, omdat we hebben natuurlijk een hele bijzondere relatie met eten. Dat gaat om veel meer dan alleen maar het voeden. Het is echt, ja, we vinden het belangrijk als zo'n product er heel mooi uitziet. Als die lekker smaken, waar ze vandaan komen. Een stukje verhaal wat we erbij hebben. Ja. En stel, zo'n product is gewoon een poedertje. En wat moet je er dan mee gaan doen? Dat is natuurlijk iets heel erg nieuws. En een soort van afstand wat je creëert. Maar ik denk juist dat ontwerpers daar ideeën voor kunnen bedenken van wat er dan mogelijk zou zijn. Dat het niet alleen maar eng of vies of ver weg hoeft te staan. Ja, ja, en dat is überhaupt het werk wat jij meer doet. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze natuurlijk ook gewoon je website zien. En je hebt ook een boek daarover gemaakt. Maar heb jij het idee dat de wereld aan het veranderen is? Dat er, want jij bent natuurlijk een nieuw geluid binnen die food design wereld, maar überhaupt misschien wel binnen de food wereld.
Zie jij dat die voedselwereld langzaam maar zeker een beetje begint te veranderen? Of gaat het nog te langzaam? Eerlijk gezegd denk ik wel dat het best wel langzaam gaat. Ook omdat het natuurlijk... Ja, het gaat over zoveel verschillende disciplines natuurlijk. En het is ook iets heel politieks als je het over voedsel hebt. Dus er zijn natuurlijk ook heel veel lobby's die allemaal wat te zeggen hebben. Dus ik denk dat het best wel langzaam gaat. Logisch, hè, want bijvoorbeeld ook een boer heeft natuurlijk een hele infrastructuur en heel veel kosten gemaakt. En dat gaat hij niet van nu op de dag naar morgen helemaal omgooien. Dus ik begrijp dat langzaam gaat. En ook in de voedselindustrie, een innovatie is ook heel vaak gewoon een andere smaak van een wereldgerecht of een andere verpakking. Ja, ik vind dat zelf geen innovatie, maar wel als je het hebt over winst maken, over geld verdienen, dan is het misschien innovatie. Maar het grappige is wel dat als ik bijvoorbeeld een lezing geef of een workshop, en dat kan bij een overheidsinstelling zijn of juist een voedselbedrijf, dat je wel dat je ze ziet denken, hey, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Dus misschien zijn de ideeën die ik opper heel erg radicaal en ver weg. Maar als je een stapje terug doet, want het is wel altijd gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en op bestaande technologieën. Dus het is echt net een stapje verder. Dus ze kunnen er vaak wel iets kleins uitpakken, waardoor ze denken, hey, het is best wel interessant, zo hebben wij er nog niet naar gekeken. Bijvoorbeeld met vertical farming. We lieten het net, of het werd net al genoemd, dat het vooral slaaplandjes zijn en kruiden en microgreens. Zoals al gezegd werd, dan kun je de wereldbevolking niet mee voeden. Maar stel je voor, je gaat eens denken, oké, wat zou er nodig zijn om echt voedende gewassen, bijvoorbeeld om te bouwen of te herontwerpen, dat die daar wel in kunnen groeien. Wat is er nodig om soja of misschien een andere variant aardappel of rijst of mais, om dat wel in een vertical farm te kunnen ontwikkelen. Ja, want dat is ook een vraag die Timo hier stelt. Van, hey, welke rol hebben boeren dan eigenlijk in jouw visie? Want je houdt je natuurlijk heel veel bezig met die consument die op allerlei manieren zich ook betrokken moet gaan voelen bij het werk van boeren wellicht. Maar onderzoek je met jouw werk ook de rol van boeren of het werk van boeren? Ik denk dat boeren altijd nodig blijven, alleen dat de werkzaamheden dus veranderen. Kijk, wat Cornelis straks al noemde, is een nieuwe skillset voor de toekomst. Dus boeren krijgen gewoon een nieuwe skillset. Dus in plaats dat het misschien op een akker is, is het inderdaad een vertical farm. En je hebt nog steeds die kennis nodig over de planten en over wat ze nodig hebben. Maar misschien wordt het ook wel, ben je boer als je in plaats van met zaadjes met cellen werkt of met bacteriën. Dan ben je misschien in plaats van als je de beesten ziet als gewoon vee, dan zijn misschien insecten microvee. En bijvoorbeeld als je dan met bacteriën, gisten, schimmels, ben je misschien met nanovee aan het werken. Ja. Dus ik denk gewoon dat die skillset en dat gewoon gaat veranderen gewoon de activiteiten die je uitvoert. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat Art, hoe was dat voor jou? Jij was biologische akkerbouwer en dan word je vertical farmer. Dus je bent nog steeds boer, maar je skillset verandert denk ik wel een beetje. Je had het net over dat je nog steeds wel je boerenverstand gebruikt. Maar was het een ingewikkeld leerproces? Ja, het is anders. Je moet er anders in staan. Als je die basis is wel hetzelfde. Maar we hebben nu 15 mensen in dienst, bijna 20. Daarvan is de helft zijn data scientists en AI-specialisten en softwaremensen die alleen maar bezig zijn met data. En ik heb eigenlijk maar 2 echt telers nog om me heen, die dus op basis van de gegevens van die mensen eigenlijk echt naar het plantje kijken, maar dat ook weer terugkoppelen aan die data en daar weer dingen op gaan reageren. Ja. Dus je krijgt een hele andere combinatie. Ja, ook ander soort mensen misschien. Absoluut. Dus een andere skillset, ander soort mensen die je daarbij nodig hebt. Dus wat ik wel heel interessant vind, wat Chloe zegt ook, die consumenten, daar zijn we ook heel erg mee bezig. Dat je dus alles heel erg richt op die consumenten. Hoe gaan we nu
Wij maken vertical farms. Die zetten we op distributiecentra's van supermarkten. Ja. Maar we willen het ook in de stad betrekken. Dus wij zijn met een urban food tower bezig, waarbij we een toren zetten in de stad, waarbij we een vertical farm doen. Die vertical farm laten zien waar mensen kunnen komen kijken, het voelen, het beleven, het proeven. Ja. Maar ze zijn ook aan het denken van hoe kunnen die consumenten nog meer bij betrekken? Hoe kun je die nu bij je productie laten zien? Ja. Ja, want dat is denk ik wel een belangrijk punt wat Chloe net noemde. Want denk jij dat precisielandbouw of technologie ook de brug kan slaan richting de consument? Ik vond het verhaal ook heel leuk dat je hoorde. Maar als je boeren, dat is ongeveer het oudste beroep van de wereld. Hè? Ja. We hebben 12.000 jaar dat de boeren zijn. Nou, je zegt een generatie is 25 jaar. Dus er is ongeveer op deze aarde 400 generaties boeren geweest. En die hebben zich allemaal weer aangepast aan de veranderingen in de tijd. En meegegaan met techniek. Als je nu naar precies landbouw kijkt, vanaf 1990 op z'n vroegst. Ja. Dus van die 400 generaties zijn er nog maar 1 tot 2, kun je zeggen, digital. Ja. En toch, als je ziet wat ze dan weten te managen, doen ze hartstikke veel. Ja. Dus ik denk dat die boeren best wel aanpassen. Ja. Ja, en Cornelis, dat hoorde bij jou ook al, dat jij je voor een deel aanpast, maar ook gewoon je opvolgers langzaam maar zeker aan het aanpassen bent. Maar heb jij het idee dat je door op deze manier met technologie bezig te zijn, want duurzaamheid is natuurlijk niet alleen maar de cijfers, maar de consument moet het ook begrijpen, dat is waar Chloe het ook over had. Heb jij het idee dat je door die technologie juist soms meer naar de consument toegroeit of zorgt het voor verwijdering? Ja, ik vind het echt een hele boeiende vraag. Ook de andere twee sprekers vind ik echt heel leuk als zij vertelden. Dat zet mij natuurlijk heel erg tot nadenken. Terwijl ik natuurlijk voortdurend mijn verhaal vertel van joh, het zit zo wonderlijk in elkaar, het proces van die fotosynthese, hoe dat werkt met die plantjes. En wat ik doe is eigenlijk de ruimte, zijn maximale ruimte geven en dan loslaten. Dat is mijn verhaal. Dat is eigenlijk precies het uiterste wat de anderen zeggen. Wat mij opgevallen is dat voedsel raakt gewoon alle grote maatschappelijke thema's. En dat komt iedere keer voortdurend komt dat weer terug. En dat er verschillende vormen zijn, dat geloof ik wel. Maar mij als boer stoot het al een beetje af. Moet van heel eerlijk in zijn. Consument, we gaan van mij weer zelf ook zaken doen. Daar komen de mensen voor om met een laars in de blubber te staan. En om zelf die aardappel uit de grond gehaald te hebben. En dan de helft van de smaak wordt bepaald door het feit dat zij zelf hem eruit gehaald hebben. Hey? Ja. En toevallig kwam vandaag iemand zomaar spontaan, een productie aan lang ook van dit jaar, van het afgelopen seizoen 2020. Er kwam weer iemand, joh, die aardappelen van jou waren zo lekker, die moet ik hebben. Heb je ze nog? Ik zei, nee, helaas, ik heb ze niet. Dat is wat volgend jaar september zijn ze weer, of dit jaar september. Ja. En dat is wat mij heel sterk motiveert als boer. Ik vind het leuk om achterstaan datzelfde te horen. Op een totaal andere manier toch datzelfde verhaal te horen. Maar technologie, als je het mij vraagt, stoot het af. Maar misschien ben ik wel degene die niet te veel promoot. En daarom zorg dat de consumenten niet enthousiast zijn. Nee, maar het is interessant om te horen. En Chloe, hoe luister jij naar Cornelis als hij hierover vertelt? Jij gelooft dat het misschien soms wel de brug kan slaan, maar snap je die afstotende werking ook? Wat vind jij ervan? Ja, nee, absoluut. Het is natuurlijk veel romantischer om het denkbeeld te hebben van met de laars in de klei. Alleen ook dat is allemaal technologie. Want juist als ik Cornelis hoor spreken, dan hoor ik echt die haat-liefde verhouding met technologie. Want hij heeft het wel nodig. Anders kan hij zijn strokenteelt niet uitvoeren. Maar als het kapot gaat, ben je wel afhankelijk. Want hij heeft die skills niet. En dus er is echt een hele duidelijke haat-liefde verhouding. Kijk, wat we sowieso niet moeten vergeten is dat natuurlijk al het voedsel al hoogtechnologisch is. Dus ook die aardbeien, die zouden er niet bestaan als ze niet zo doorontwikkeld waren. Veredeld waren, ja. Ja. Door technologie en wetenschap. Dus ja, ik denk, wat wij nu als normaal vinden, dat was vroeger dus ook technologie. Dus op een gegeven moment dan wordt dat inderdaad het nieuwe normaal. Maar nou, dus ik vind het wel, ik begrijp die afkeer. Dat is natuurlijk, ja, ik denk dat iedereen dat heel erg goed begrijpt. Maar wat bijvoorbeeld een oplossing zou kunnen zijn, is dat in plaats van dat je een supermarkt hebt waar je je spullen koopt, dat in de toekomst een supermarkt meer een belevingscentrum is. Dus dat je daar zo'n bijvoorbeeld ziet hoe ze kweekvlees produceren. Dat je de plantjes kan plukken of kan oogsten in een vertical farm. Dat je
Nou, bijvoorbeeld een 3D-printer. Ik vond het vroeger altijd echt onzin, want je stopt er materiaal X in en er komt materiaal X in een andere vorm uit. Maar stel je gaat echt kijken naar hoe gewassen in elkaar zitten, de structuur, de hele kleine elektromicroscopische structuren die je kan zien. Ja. Hoe kan dat voor inspiratie zorgen om daar bijvoorbeeld vanuit poeders of vanuit op een andere manier geproduceerde voedingsstoffen, dat je daar iets lekkers, iets interessants mee kan produceren. Ja. En dan worden ook dat soort technieken van leuke gadget naar nuttig inzetbaar om dus duurzaam geproduceerde voedingsstoffen interessant te maken. Ja, ja, want dat is ook een van de vragen. En daar mogen jullie, maar jij begint volgens mij al iets te zeggen, maar ik ben ook wel benieuwd wat je hierover zegt. Want Chloe, jij zegt ook eigenlijk van ja, zo kan je die dingen langzaam maar zeker vertalen, misschien ook naar een groter publiek en meer mensen daarbij betrekken. Een vraag van Else in de chat is ook, in de Q&A bedoel ik, want in de chat kan je alleen met elkaar praten. Maar hoe passen de werkwijze of visie van deze sprekers? Nou, dat is natuurlijk niet maar één werkwijze of visie, maar hoe passen die bij massaproductie? En hoe kan technologie dan ook helpen om massaproductie, of die bulk waar mensen het vaak over hebben, om die te verduurzamen? Corné, kan jij daar misschien iets over zeggen? Het bedrijf van Corné is natuurlijk geen klein bedrijf, maar er zijn ook heel veel... Nee, die speelt in op een specifieke markt. Daar zie je natuurlijk ook dat de meeste technologieontwikkeling die kant op kijkt. Hè? Want dat zijn natuurlijk de grote markten voor de technologieontwikkelingen. Massa is kassa, ja, toch? Daar zie je gewoon... daar zie je het echt gebeuren. Ja. Ik wou misschien nog even terug naar dat punt van de communicatie. Ik denk dat daar een hele grote uitdaging ligt. Want wat je natuurlijk ziet de laatste jaren, de kloof tussen het boerenbedrijf en de burger is een heel stuk groter geworden. Ja. En als je ziet wat er soms voor communicatie over gaat, dan is het toch heel belabberd. Ja. Het is op zich bij het kabinet dat we daar... het aantal communicados was wel heel erg gegroeid, zag ik. Dus misschien zou dat dan voor de boeren ook ik denk wel eens, maar... soms zijn er te veel. Ja. En wie is er dan uiteindelijk verantwoordelijk voor die... Ik denk dat daar een hele grote uitdaging... En ook want technologie... Hè, men is ook bang, hè? Veldrobots. Ja. Gaan we dat accepteren of niet? Veredeling, hè? Daar kun je nog over praten. Hè? Maar over biotechnologie, dan schiet wel een beetje in de hik. Dus als het gaat over genetische modificatie of over CRISPR... dan precies, is er liggen een heleboel uitdagingen om dat meer gewenst te maken... dat plaatje wat Cornelis daar heeft. Maar Europa zegt van, gaan we niet doen. Ja. En dat krijg je bijna niet goed voor gecommuniceerd. Voor vertical farming, idem dito natuurlijk. Ja. Dus ik vind dat we wel met elkaar moeten zoeken naar betere communicatie... naar de burger die een heel stuk verder weg is komen te staan van het productieproces. Ja, dus we zijn nu met een meerjarig onderzoeksplan met de WURP bezig. En dat is wel grappig dat je daar de werkpakketten gaat van een stukje veredeling, genetische sturing, een stukje teeltechnologie, een stukje robotisering, maar ook een stukje sociale impact. Ja. Dus dat ook de filosofen aan tafel zitten en ook de geneeskunde. Dus we halen ook de universiteit erbij. Want je kunt wel iets heel gezonds maken. Maar wat heb je eraan als je het niet afstemt op de gebruiker? En wat is gezond? Wat heb je eraan? Ik kan slaap produceren met meer vitamine C, maar misschien hebben ze in Afrika wel vitamine B nodig of vitamine D. Dus, dus we proberen dat nu aan elkaar te trekken. Dat vindt iedereen heel bijzonder om bij elkaar te zitten. Ja. Terwijl het eigenlijk heel logisch is. Ja, ook, maar ook zoals vanavond is het eigenlijk wel ook heel grappig. Een boer die vertical farmer is geworden. Een akkerbouwer, een designer en een onderzoeker. Ja, dat zit eigenlijk te weinig aan bij elkaar aan tafel, het hoort, zeg jij. Het kan absoluut bij elkaar. Ja. Het kan niet zonder elkaar, want dan krijg je weer de onderdeeltjes. Ja, we zitten vaak heel erg in hokjes, hoor. Ja. Dat zie je ook vaak aan de food processing kant en de teeltkant. Ja. Ja, we zeggen het altijd wel, we willen bij elkaar, maar we duiken altijd in... Zelfs binnen precisielandbouw zie je dat. Je ziet altijd de ingenieurs, de techneuten en de plantentelers eigenlijk weer in hun eigen hokje gaan. En proberen het daar op te lossen, terwijl het per definitie geïntegreerd aangepakt moet worden. Multidisciplinair. Ja. Uitdagingen. Ja, dat snap ik. Ja. En hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat dan voor jou, Art, als jij, want jij zit, zei je nu ook met een hele andere groep dan je misschien vroeger op je bedrijf zat in één ruimte. Zorgt dat dan ook voor? Maakt dat situaties lastiger of heeft het je veel gebracht? Ja, ik denk dat het je veel brengt. Want je ziet veel meer mogelijkheden. Ja. En je ziet mensen die op een hele andere manier tegen bepaalde dingen aankijken. Wat je zelf ook weer je blik doet verruimen. Ja. Ja. Dus door open te staan voor
voor andere inzichten. En dat is natuurlijk ook het leuke wat Chloe inbrengt in dit soort en dat soort mensen, als ik het zo maar inbreng. Nee, maar in zo'n discussie. We hebben dat ook met onze software. Er zitten ook die software designers. Die zijn helemaal gek met wat we doen. En die komen echt bij ons software maken. Maar die doen het toch om de wereld te verbeteren. Ja. En die kijken op een hele bijzondere manier naar wat wij doen toe. En dan merk je wel door van, hey, maar dit heeft dus echt wel waarde. Ja. Als ik hier duurzamer tel, heeft dat voor de consument heeft waarde. Maar hoe komt het dan dat ik dat niet uitleg? Of dat ik het niet uit kan leggen? Ja. En die vraag, daar zit je constant mee te worstelen. Ja. Het is wel heel leuk wat ik doe, maar wij zijn nu in Afrika bezig om vertical farming. Want dat is daar heel erg geschikt. En dat kan ook al uit. Ja. En je kunt dus ook echt massa produceren. Ja. Maar aan de andere kant weet je ook heel goed, ik ga niet de koolhydraten produceren. Ik ga ook niet de eiwitten komen straks allemaal van precisiefermentatie. Daar ben ik van overtuigd. Dat duurt geen 10 jaar meer of alle eiwitten komen uit precisiefermentatie. Wat is dan wel mijn rol? Waar kan ik wel toegevoegde waarde leveren? Ja. Dat zijn leuke discussies. Interessant, en ook op die korte termijn al. Chloe, is het voor jou dan belangrijk om al die verschillende groepen te spreken? En is dat ook wat uiteindelijk zorgt voor duurzaamheid? Want duurzaamheid is natuurlijk ook dat we het met z'n allen vol kunnen houden. Niet alleen maar, niet alleen maar op deze manier door blijven gaan. Hoe belangrijk is dat gesprek met al die verschillende groepen voor jou? Nou, ik ben natuurlijk niet degene die straks het voedsel gaat produceren. Waar ik in zou kunnen helpen is juist dus het omdenken, het anders kijken, wat is er nog meer mogelijk, nieuwe perspectieven. Dus dat is wat ik leuk vind en wat ik kan toevoegen. Dus als je het hebt over op die manier duurzaamheid, dan denk ik juist dat, en dat hoef ik niet te zijn, dat kan ook iemand anders zijn, maar dat juist creatieve geesten aan tafel moeten zitten van wat is er nog meer mogelijk. Of juist die communicatie en dan niet in nog meer tekst en droge stof, maar echt installaties of iets interactiefs. Dus dat je het veel meer kan beleven of kan proeven voordat het er daadwerkelijk is. En het gesprek aangaan is, vind ik altijd heel interessant. Want juist alles wat ik doe is gebaseerd op de kennis. Dus voor mij is die kennis heel erg nodig, ook ter inspiratie. Het is uit start juist vanuit de wetenschap en de technologie. En intrinsiek denk ik dan, waarom doen we dit niet of waarom doen we dat niet? En nee. Bijvoorbeeld met alle vleesvervangers. Ik denk dat technologie daar zo belangrijk in is voor mensen om te stoppen met het eten van vlees en een duurzamere keuze te maken door een vleesvervanger bijvoorbeeld te eten, omdat die steeds beter worden, betere textuur, betere bite. Maar een vraag dan bijvoorbeeld, waarom zijn er geen kleinschalige extrudeermachines of shearcel-apparaten voor thuisgebruik? Waarom moeten we dan nog steeds afhankelijk zijn van de industrie? En we zijn dat soort vragen, dat denk ik dan meteen, van waarom zijn ze er niet? En nee. Hoe moeilijk is dat bijvoorbeeld om dat te verwezenlijken? Ja, nou, ik ben benieuwd of we dat dan inderdaad, ik ga het niet herhalen, de machines, maar ik ben inderdaad benieuwd of we die ook meer thuis gaan zien. Cornelis, even met jou als laatste om ter afsluiting. Ja, jij hebt het natuurlijk in deze tijd heel erg druk. We hadden het net over het nut van verbindingen, ook binnen die duurzaamheid. Waarom vind jij het belangrijk om zo'n avond zoals dit dan toch van de trekker te springen en te zeggen, ik ga even via Zoom zo'n gesprek aan? Wat is het belang van die connectie tussen al die verschillende groepen wat jou betreft? Ja, ik vind het heel leuk dat je dat noemt. Ik ben in mijn boerenwereld best wel een out-of-the box-denker. Totaal niet realistisch soms. Ik krijg van alles over me heen. En nu zit ik aan de hele conservatieve kant vanavond. Dat vind ik echt ja. En dat vormt mij ook. Want wat ik zeg tegen mijn jongen van mij in de buurt is dat als je dat wil, ga uit je eigen kringetje en ga van je boerderij af. En ga in die grote boze wereld om je heen kijken wat daar is. Nou, als er iemand is die dat denk ik doet, dan ben ik dat. Ja. En nu zit ik ook te slikken wat er gebeurt in mijn hand. Ik vind het echt heel boeiend. Ja. Maar ik sta er wel voor open, behoorlijk.
Dus ik vind het gewoon boeiend. Alleen ik ga dit wel even verwerken straks. Als ik in de trekker sta. Ja, nog even een stukje. Nou, niet rijden, maar gewoon zitten in de trekker. Want hij rijdt zichzelf natuurlijk met de GPS. Ja, top. Nou, dankjewel dat jullie erbij waren, Cornelis en Chloe. Dankjewel Art en Corné. We hadden volgens mij nog wel een uur verder kunnen praten. Maar ik ben heel blij dat we met jullie een beetje verder hebben kunnen praten over technologie en duurzaamheid. Binnen die voedselvisie 2050 ook een belangrijk onderwerp. Maar we gaan de komende 30 jaar dus, tot 2050 zien wat er nog gebeurt. Dus dankjewel voor jullie aanwezigheid. En dankjewel ook jullie als kijkers. Mocht je denken, ik vind het heel belangrijk dat dit soort programma's er vaker zijn, dan kan je ook betalen. Pay as you like heet dat. Dan kan je naar de website van Pakhuizen Zwijger. En dan kan je bijdragen aan programma's zoals dit. Je ziet ook de QR-code als het goed is niet achter mij. Maar hij is ook wel zichtbaar zometeen in de stream. Volgende week zijn we weer terug om 6:30 ook, op 3 mei, met de laatste aflevering in de reeks. Dan gaan we terugblikken en ook een beetje vooruitkijken natuurlijk, want dat hoort er ook bij. Want die voedselvisie, als die er ligt, dan is het werk niet af, dan begint het pas. Dat programma nemen we wel eerder op, dus daar kan je geen vragen stellen. Maar wel lekker onderuitgezakt meekijken en kijken welke nieuwe plannen er verder nog ontwikkeld worden. Voor nu een hele fijne avond, hopelijk tot volgende week en tot ziens. Dankjewel.